Het is vrijdag 16 augustus, dames en heren. Goedenavond. Goedenavond. Ter gelegenheid van de start van Caribfeste 11 vandaag brengen de nieuwsdiensten van de STVS en ATV een speciaal Caribfesta-bulletin. Met deze samenwerking willen wij uiting geven aan het Caribfesta-thema Culture for Development. En ik vraag uw aandacht nu voor de hoofdpunten. Minister Latour content met samenwerking met buitenlandse mogendheden. Telesuur waarborgt historie Surinaamse telecommunicatie en Paus bidt voor Egypte. Het eerste bericht in deze gezamenlijke nieuwsuitzending brengt ons allereerst naar de Surinaamse luchtmacht. Daar moeten leden afreizen naar India voor bijscholing, maar ze zijn nog in afwachting van een formele oproep van het India's defensieorgaan. Aan de hand van de overeenkomst tussen de twee landen op het gebied van defensie werd reeds vorig jaar aangekondigd dat de luchtmacht van het Surinaamse leger met equipment uit India zou worden versterkt. Echter is dit plan niet volledig gerealiseerd. Defensieminister Lamure Latour gaf aan in welk stadium die samenwerking is en welke stappen op korte termijn worden ondernomen. Wat we kunnen zeggen over India is dat wij op dit moment wachten op de go om de piloten te sturen naar India voor een verdere vorming. U weet dat de technische mensen reeds zijn geweest en algoritmetijd terug zijn in Suriname. Maar India heeft een bepaalde manier om de mensen te screenen om te komen op hun luchtmachtbasis. En op grond daarvan neemt het enige tijd in beslag voordat onze mensen die go krijgen om daar naartoe te gaan. Op het moment dat het geval is, dat betekent dat wij dan weer iets verdere stap hebben gemaakt naar de komst van de helikopter hier. Laat mij aangeven dat het gaan naar India niet zal stagneren het transporteren van de helikopters naar Suriname. Dus we zijn nu ook al bezig met die voorbereiding om de helikopters hier te krijgen. Minister Lamure gaf ons nog mee dat tijdens Caribfeste extra eenheden worden ingezet om samen met de politie de nationale veiligheid te waarborgen. De bewindsman riep tenslotte de totale samenleving op om gehoor te geven aan de instructies van de ordehandhavers. En er is meer nieuws vanuit Defensie. Brigitte. En we blijven nog even bij het ministerie van Defensie. Want dit ministerie heeft vanmorgen 10 bussen ontvangen van de Volksrepubliek China. De bussen zijn een schenking van de Chinese defensieorganisatie. Ambassadeur Yang Xigang en minister Lamure Latour ondertekenden de overdrachtsovereenkomst, waarna Yang de sleutels overhandigde aan Latour. De bussen zijn bestemd voor het Nationaal Leger en wel in het kader van de militaire hulp aan Suriname, zegt ambassadeur Yang. Military services to execute their missions, but also be used for civilian purposes, including the upcoming Caribfeste. This is a vivid example of a strong cooperation between our two governments. China and Suriname enjoy traditional friendship. This year marks the 160th anniversary of the arrival of the first Chinese in Suriname. The Chinese immigrants have made great contribution to the development of Suriname. The relations between China and the Republic and the Ministry of Defense Suriname do not consist of military assistance greetings only, but expand to close relations in the field of education and training of Surinamese military personnel in China, which is of great importance to the development of the armed forces. The development is also shown in other forms of human capacity building, such as exchange visits in logistical
and infrastructural strengthening and civil-military relations, which is considered to be an important part of the Surinamese defense policy. Defensieminister Lamure Latour en daarvoor de Chinese ambassadeur in ons land, Yang Zigang. Zij spraken vanmorgen op het ministerie van Defensie in verband met de schenking en overdracht van 10 bussen door China aan de Surinaamse Defensieorganisatie. Telesur heeft vandaag zijn telecommunicatiemuseum in gebruik genomen. Met dit museum wil Telesur de samenleving, met name de schooljeugd en toeristen, deelgenoot maken van het verleden op telecomgebied. Bijzondere aandacht gaat uit naar de voorgeschiedenis van Telesur, het voormalig Slans Telegraaf en telefoonbedrijf LTT. Het museum staat in het Fort Nieuw Amsterdam, paal naast het Openluchtmuseum. Het oude LTT-kantoor werd afgebroken en er werd een geheel nieuw gebouw opgezet naar het model van het oude historische pand en wel binnen 6 weken. Het oude LTT-gebouw heeft model gestaan. Dit gebeurde in nauwe samenspraak en met aanwijzingen van de stichting Gebouwd Erfgoed. Om het Telecommuseum te exploiteren en te beheren is er een samenwerkingsovereenkomst gesloten met stichting Openluchtmuseum Fort Nieuw Amsterdam. Volgens Telesur-directeur Dirk Curry zullen met name de jongeren veel hebben aan het museum. Van communicatie zoals dat er was. En zij zijn natuurlijk bekend met communicatie zoals dat er nu is. En vroeger was het zo dat je communiceerde met mensen die je kende. Nu wordt er gecommuniceerd, denkt u maar aan Facebook of Twitter, met eigenlijk mensen in de wereld die u niet persoonlijk kent, die geen familie van u zijn, maar met wie u wel kunt communiceren. En met 1 druk op de knop kunt u wat u te vertellen heeft eigenlijk aan de wereld kenbaar maken. Toen het gebouw werd opgezet, kwam meneer Fouquet en die zei van het gebouw past niet hier, klopt niet. Toen is er iets veranderd waardoor het gebouw nu helemaal past in het geheel van niet alleen voor Nieuw Amsterdam, maar ook van het Openluchtmuseum. En daar zijn we ons hartelijk dankbaar dat dit past binnen ons geheel. Ik moet zeggen, dit gebouw zal worden beheerd door de Stichting Openluchtmuseum voor Nieuw Amsterdam. Let wel, het gebouw blijft eigendom van Telesur, maar omdat er een overeenkomst is tussen Telesur en de stichting dat wij het gebouw mogen beheren, zijn we hem heel dankbaar voor. De DC van Komowijnen Ingrid Kartabink is heel blij met de nieuwe aanwinst voor haar district. Ze sprak haar erkentelijkheid uit aan Telesur omdat het bedrijf bij de opzet en de ingebruikname van het museum met lokale vaklieden, de muziekschool en anderen van Komowijnen heeft gewerkt. Erkentelijk dat u een aannemer uit het district het werk gegund heeft. We zijn ook bijzonder u erkentelijk dat u ook voor achtergrondinformatie ons educatie, muziekeducatiecentrum gebruikt heeft. Geen South Southwest. En in 6 weken tijd heeft de aannemer het werk verricht en opgeleverd. Die belief in eigen kunnen heeft u een push gegeven. Hartelijk dank. Aldus de DC van Komowijnen Ingrid Kartabink. Ze sprak vanmorgen in verband met de opening van het Telesur Telecommunicatiemuseum te Fort Nieuw Amsterdam. In het museum zijn oude telefoontoestellen, telegraaf- en telexmachines en verbindingsapparatuur uitgestald. En vandaag was een groep parlementariërs op bezoek bij de minister van Onderwijs, Ashwin Adin, en dat bezoek heeft geresulteerd in een platform voor het onderwijs in het binnenland. Het gaat om de districten Marowijnen, Sipaliwini en Brokopondo. Dat vernemen we van Diana Pokki, die ook aanwezig was bij de meeting.
Volgens Pocky is er eerder al gesproken over het onderwijs in het binnenland, maar dan met de vorige onderwijsminister. De slechte resultaten van het binnenland worden getypeerd als een maatschappelijk probleem. Dit omdat het onderwijs in dat gebied een achterstand heeft. En dan zouden we dan helpen, meetrekken, ondersteuning bieden aan het ministerie om het problematiek, om de situatie te veranderen en te verbeteren. Verandering moet altijd verbetering met zich meebrengen. Dat is concreet. Dus bij ons was het actieplan. Wat gaan we nou doen? Het percentage, het slagingspercentage van Sipaliwini is 23%. Als we kijken de laatste 5 jaren, dan zit het tussen de 23 en de 25%. Dat is betreurenswaardig, het is verschrikkelijk. En als kind geboren en getogen in het binnenland, dan zeg je als onze leerlingen, onze toekomst van morgen, dit resultaat neerzetten, dit slecht resultaat neerzetten, hoe verder, want zij zijn de toekomst van morgen. En Pocky gaf ons nog mee dat het een vruchtbaar gesprek was met de minister. Hij is bereid samen met zijn staf en het platform de achterstand van het onderwijs in het binnenland weg te werken. En nu naar het Carifesta front. De subcommissie Paramaribo Zuidwest organiseert onder andere een Prodowaka tijdens Carifesta. Dit is een van de activiteiten die de organisatie in petto heeft voor haar community festival. Volgens Jerry Gijsberg, voorzitter subcommissie Paramaribo Zuidwest, wordt alles uit de kast gehaald om Suriname zo goed mogelijk te presenteren aan de buitenlanders die op bezoek zijn. Er is een heel gevarieerd programma samengesteld. Gijsberg geeft aan dat verschillende groepen willen meedoen, maar helaas niet in ieder gefaciliteerd kon worden. Er is een selectie gemaakt, vooral omdat buitenlandse groepen ook in het programma moeten worden ingeschoven, legt hij verder uit. En daarom hebben we intensief gewerkt aan de voorbereiding. En overmorgen, zondag, hebben we dan de grote dag voor Paramaribo Zuidwest en dat is in Stubula. Hier waar we nu zijn, Stubula Latour. En gaan we heel wat activiteiten hebben. Maar niet hier alleen gaan we activiteiten hebben. Ietsje verder, aan de Latourweg hebben we een veld, een groot veld. Daar gaan er ook activiteiten zijn, simultaan. Dus het is duidelijk dat we een heel grote activiteit gaan hebben in Paramaribo Zuidwest. We hebben een programma samengesteld waarbij we de dag willen beginnen, willen starten met een Prodowaka. En daarbij hebben we gezegd van het gaat een loop zijn die moet weergeven eigenlijk wat wij in Suriname hebben. Daarom hebben we gezegd van het is niet aan een inschrijving gebonden. Je bent vrij om deel te nemen. We hebben bepaalde groepen benaderd. Het is Carifesta. Iedereen wil meedoen en dat is dan nu de gelegenheid om mee te doen met Carifesta. Onze Prodowaka staat open voor iedereen. Je kan meedoen. Je meldt je aan om 9:00, 9:30 aan de Indira Gandhiweg. Het is ietsje voorbij Fernandes Botling. Daar gaan we verzamelen en dan gaan we lopen door een aantal straten van het resort Latour. Aldus Jerry Gijsberg, hij is voorzitter van de subcommissie Paramaribo Zuidwest. En hij sprak over de activiteiten van de organisatie tijdens Carifesta 11. En de Nationale Kunstbeurs dient een permanente huisvesting te hebben. Dit jaar is deze beurs wegens activiteiten van Carifesta 11 in ons erf verplaatst naar de achtertuin van de Surinaamse Bank. Directeur Sigmund Proeve is van mening dat met het 148-jarig bestaan van de bank zij op deze manier iets terug doet voor de samenleving. 10 dagen lang zullen ruim 60 kunstenaars hun werken tonen. Er is een variatie aan kunstwerken, schilderijen, installaties, beelden, foto's, houtsnijwerken en mixed media. Apart aan deze 48e Nationale Kunstbeurs 2013 is de interactie die het publiek zal hebben met de kunstenaars. Michel Brahim, voorzitter van de Stichting Nationale Kunstbeurs, weet dat met deze interactie de beleving van kunst bevorderd en gestimuleerd zal worden.
Er is al op de opening van de Nationale Kunstbeurs 2013 een voorproefje gegeven van een nieuwe vorm van kunst, Sand Art, van Rahid Abdul. Hij heeft het gedicht Wambong in verschillende facetten uitgebeeld. Quantos arrojos, todos van nacía un mar. Verder zijn er als activiteiten, lezingen en discussieavonden gepland. Als hoogtepunt van de Nationale Kunstbeurs 2013 is de verkiezing van Artist 2013 en Upcoming Artist 2013. Vorig jaar was George Struikelblok Nationaal Kunstbeurs Artist 2012 en Rahid Abdul Upcoming Artist 2012. En dat Carifesta 11 straks wordt geopend is geen nieuws meer. In elk geval, de Nationale Kunstbeurs 2013 is vervroegd, zodat deze samenvalt met het evenement Carifesta. Er is de afgelopen tijd heel hard gewerkt om Carifesta tot een goed eind te brengen. Straks is het zover, dan is dit evenement officieel geopend. Gisteravond was er heel veel te doen op en rondom het plein voornamelijk, maar ook op andere locaties. Wij laten u zien wat er allemaal is gedaan. En we maken nu een aanvang met het buitenlands nieuws. Buiten Castel Gandolfo, de zomerresidentie van paus Franciscus, daar gingen alle gedachten uit naar Egypte. De paus vroeg de gelovigen om met hem te bidden voor een einde aan het geweld dat Cairo in een wurggreep houdt. Laten we bidden voor alle slachtoffers en hun familieleden, de gewonden en degenen die lijden. Laten we samen bidden voor vrede, dialoog en verzoening in het land en in de hele wereld, dat zei de paus. Zijn oproep kwam een dag na botsingen tussen veiligheidstroepen en aanhangers van de moslimbroederschap, waarbij meer dan 500 doden en duizenden gewonden zijn gevallen. En reconciliation in that beloved land and in the whole world. The Pope's appeal came a day after clashes between security forces and Muslim Brotherhood supporters left more than 500 people dead and thousands injured.
Multimiljardair en zakenman Horacio Cartes is woensdag beëdigd als de nieuwe president van Paraguay. In zijn inaugurele reden beloofde Cartes van de centrumrechtse Colorado-partij te strijden tegen armoede. Ook het scheppen van werkgelegenheid zal volgens hem volle aandacht krijgen. Paraguay is een van de armste landen in Zuid-Amerika. Cartes, een relatieve nieuwkomer in de politiek die voor 2008 nooit had gestemd, werd in april met 45,8% van de stemmen gekozen. Hij versloeg zijn naaste concurrent en dat is de liberale Efraín Alegre met 9 procentpunten. Door zelfs een kabinet te kiezen brak hij met de gevestigde traditie van het benoemen van hogere partijleden op belangrijke posten. In plaats daarvan heeft hij technocraten en mensen uit het bedrijfsleven gekozen. Zijn Colorado-partij was 60 jaar aan de macht en speelde een belangrijke rol in de ondersteuning van het militaire bewind van 1954 tot 1989. In 2008 werd het verslagen door een linkse coalitie onder leiding van Fernando Lugo. Señor Sabar Ali Eslamian Koupay, embajador en misión especial de la República Islámica de Irán. Señor Željko Belak, embajador en misión especial de la República de Croacia. Señor Juka Siukosari, embajador en misión especial de la República de Finlandia y comitiva. Señor Jacek Pasanski, embajador en misión especial de la República de Polonia. Premier Kamla Persat Bisisser van Trinidad en Tobago is bezorgd over het hoge criminaliteitscijfer op het eiland. De minister van Nationale Veiligheid en andere leden van het kabinet eisen een betere aanpak en bestrijding van de criminaliteit. Vier personen, waaronder een zwangere vrouw van 16 jaar, zijn onlangs middels een beschieting om het leven gebracht. Ook in oppositionele kringen wekt de criminaliteit grote zorgen. Oppositieleider Keith Rowley vindt dat de regering een beperkte noodtoestand zou moeten afkondigen, waardoor het aantal incidenten op het stuk van de criminaliteit verder kan worden bestreden. Premier Kamla Persat Bisisser heeft journalisten geïnformeerd over de huidige stand van zaken betreffende de bestrijding van de criminaliteit op het eiland. Ze zegt dat een eventueel af te kondigen noodtoestand voor het oosten van de Trinidadiaanse hoofdstad Port of Spain geen structurele oplossing biedt. Het parlement van de Bahama's gaat op reces tot 28 augustus. Dit vernemen we uit het CMC-nieuwsprogramma Caribbean Newsline van gisteravond. Naar verluid zullen alle vertegenwoordigers die bij de laatste vergadering niet aanwezig waren, na 28 augustus wel aanwezig zijn. Maar het parlementaire werk gaat tijdens het reces gewoon door. Met name het voorbereiden van wetten in het Lagerhuis. Our disappointment and disgust at their behavior. Because at the end of the day, they're here to serve the good of the Bahamian people through their participation. And it is my understanding that they had breakfast earlier in the morning at the taxpayers' expense, but refused to enter into the chamber. Opposition senators were in fact at the House of Assembly, just not in the Senate chambers. Instead, the group had gathered in the minority room of Parliament. Their counterparts in the lower house, opposition senators, are protesting the action taken by House of Assembly Speaker, the Honorable Dr. Kendall Major, in naming opposition leader, the Honorable Dr. Hubert Minnis. Senator Kwesi Thompson says opposition members in both houses of parliament will remain on one accord. We believe the Honorable Speaker is wrong. We believe Bahamians will appreciate the stand that we take in defense of that democracy by not sitting
in this place until such time as our leader has been able to resume his seat in Parliament. The Senate has adjourned to Wednesday, August 28th at 10 a.m. En dat waren de buitenlandse berichten in deze combinatie nieuwsuitzending van ATV en STVS. Het was mij een heel waar groot genoegen om te gast te zijn bij de collega's van ATV. En het was een genoegen om Ashna bij ons in de studio te hebben. Ik zou zeggen bedankt voor uw aandacht. Ik wens u een fijn weekend. Geniet u van de Carifesta activiteiten. Wees voorzichtig. En ja, fijn weekend. Goedenavond. Goedenavond.